Goedenavond iedereen en welkom op het webinar over Investoei, namelijk betere beleggen dankzij het volgen van markteffecten. Eerst en vooral wil ik graag van jullie weten of dat jullie het beeld en het geluid goed kunnen zien. Kunnen jullie het eventjes laten weten in de chat en dan gaan we direct van start met het webinar. Oké, ik ga ervan uit dat het geluid werkt. Ik ga dit eventjes naar beneden schuiven, zodat jullie de hele presentatie kunnen zien. Tijdens de presentatie kunnen er ook steeds vragen gesteld worden. Hier zal ik op terugkomen. Op het einde van de presentatie, omdat ik de chat hier beneden moet verstoppen, omdat ik momenteel maar één beeldscherm heb. Maar dus daarna na de presentatie zullen we terugkomen op jullie vragen. Dus zoals eerder gezegd gaan we ons product Investoei hier bestuderen of bespreken en hoe we beter kunnen beleggen dankzij het volgen van markteffecten. Ten eerste markteffecten, wat zijn dit? Markteffecten zijn eigenlijk prijspatronen die steeds wederkerend zijn in de tijd. Bijvoorbeeld één keer per week, één keer per maand. En het idee van Investoei is ontstaan uit het online actief beleggen. Vele mensen zijn hier namelijk in geïnteresseerd, maar weinigen hebben hiervoor echt de tijd. Dus heeft WH Self-Invest, die al meer dan 20 jaar actief is in de wereld van het actief online beleggen, het product Investoei bedacht. Investoei is dus eigenlijk een trainingsstrategie met als uitgangspunt meer tijd, beter rendement. Meer tijd voor andere zaken als het actief beleggen, maar toch een beter rendement kunnen behalen als de rendementen op de klassieke benchmarkt, indices of soortgelijke beleggingsproducten. Als we eventjes naar de cijfers gaan kijken, spreken deze voor zich. In 2020 hebben wij een netto rendement behaald van 33,1%. In 2021 was het een netto rendement van 17,5%. En tot eind maart hebben wij een netto rendement behaald van 1,3%. Deze netto rendementen die hier zijn weergegeven, zijn steeds gebaseerd op onze referentie futuresrekening, die geopend is aan 25.000 euro. Met gematigd risico en netto rendementen dus ook na aftrekking van alle kosten. Moesten we nu een portefeuille zijn aangegaan 1 januari 2020 en wat zou die eind maart hebben opgeleverd? Die zou 51% netto rendement hebben opgeleverd. En sinds 2021, dus sinds vorig jaar, is er ook de optie van een beheerde rekening mogelijk. Het verschil tussen de twee rekeningen, dus de beheerde rekening en de mail- en klikrekening, zullen we later nog eens bespreken. Dus Investoei is eigenlijk gebaseerd op vier strategieën. De Turnaround Tuesday, de Pound Shorter, de Friday Gold Rush en de End of Month. Later zullen we de vier strategieën nog meer in detail bespreken. Maar al deze strategieën zijn gebaseerd op kalendermarktpatronen die academici al verschillende jaren bestuderen. Professionele beleggers gebruiken ook deze markteffectpatronen om hun rendement te verhogen. En nu, door het product Investoei, zijn deze markteffecten ter beschikking voor de particuliere belegger om hun portefeuille nog beter te kunnen diversifiëren. Hier zien we het verschil tussen de twee soorten rekening, namelijk de beheerde rekening en de rekening in eigen beheer. Eerst gaan we beginnen met de rekening in eigen beheer, of ik noem die ook soms de mail- en klikrekening. Dus deze rekening is gebaseerd op de vier markteffecten die ik daar juist vermeld heb. De regels van het in- en uitstappen zijn zeer strikt bepaald.
De klanten die voor dit soort rekening kiezen, krijgen dus steeds e-mails voor het aangaan in positie en ze hebben tijd tot een bepaalde tijd, die bijvoorbeeld 1 uur daarna, om op een bepaalde knop te drukken. In de e-mail staan er normaal gezien 3 knoppen en deze 3 knoppen vertegenwoordigen de risicocategorieën, namelijk defensief, gematigd, agressief. En dus met 1 klik op de knop treedt de klant in positie. Een klant krijgt per week 2,5 mails van ons of moet 2,5 keer klikken voor steeds in positie te gaan. In de mails worden ook steeds de 3 risicocategorieën vertegenwoordigd. En voor het Investui-klanten hebben ook geen platform nodig. Daarnaast bestaat vanaf 2021 ook de beheerde rekening. Hier krijgen de klanten geen e-mails, maar zet Investui voor de klanten alle alarmen automatisch om in een open positie. Dus Investui gaat zowel hier voor u in positie als de posities te sluiten. Dus u krijgt geen e-mails waarop u moet klikken. En vooraf bepaalt u welke risicocategorie u graag uit zou kiezen. Ook hier zijn er geen platformen. En aan deze optie is er geen extra kosten aan verbonden. Wij bestempelen dit als de perfecte rekening. Waarom? Normaal. Hier is het een beetje uitgelegd waarom dat wij deze bestempelen als de ideale rekening. Omdat er dus eigenlijk bij deze optie veel minder stress is, veel minder emoties. Omdat het beslissingsmoment weggehaald wordt van de belegger. Ook hier wordt er geopteerd voor een maximale diversificatie. Dit wil zeggen dat er geen enkele trade wordt gemist. En ook geen enkele trade wordt overgeslaan. Sommige klanten, mail- en klikklanten, krijgen een beetje angst na 2 verlieslatende trades. En zeggen, de derde trade, ik ga het eventjes afwachten. Ik ga niet meegaan in het verhaal. En dat is dan net de winnende trade die dat het verhaal of de maand beter maakt. Ook hier is er steeds een correcte positiegrootte. Die wordt bepaald bij het opstarten van de rekening en kan ook steeds doorheen de maanden worden veranderd. Bij de mail- en klikrekening klanten heeft u dus de 3 knoppen. En soms kan het zijn dat er een klant zich vergist dat in agressief risico meegaat en dat eigenlijk meer gematigd of zelfs defensief risico voor ogen heeft. Hier zien we eigenlijk hoe 1 strategie, namelijk de Friday Gold Rush, technisch in zijn werk gaat. Donderdag om 16 uur stipt krijgen dus alle mail- en klikklanten de e-mail. Zij hebben tot 21.45 uur de tijd om op een bepaalde knop te drukken om in positie te gaan. Daarna, na 21.45 uur is het eigenlijk te laat om mee met ons in positie te gaan. Daarna gaat dus de positie 1 keer overnight en vrijdag om 21 uur wordt de positie automatisch gesloten. Dus dit wil zeggen dat we actueel in positie zitten voor nog ongeveer 2 uur op de Friday Gold Rush. Zoals al eerder vermeld, is dit niet van toepassing voor de beheerde rekening klanten. Hier gaat Investui zowel in als uit positie voor deze klant. Ik ga al eens zien of er ondertussen een vraag is gekomen. Maar ik zie nog geen vragen. Dus dan gaan we verder de presentatie. 2 sleutelfactoren voor het lange termijn succes van Investui is diversificatie en meer en hogere winsten dan verliezen.
Ten eerste iets over diversificatie. Er is dus een mix van deze vier strategieën, vier markteffecten. Zoals al besproken, de Friday Gold Rush, de Pound Shorter, Turnaround Tuesday en de End of Month. Wij raden ook aan of het is om hetzelfde rendement te hebben die wij weergeven op onze website, op onze presentaties, is het ook nodig van steeds mee te gaan in deze vier strategieën. Deze vier strategieën baseren zich op vier verschillende soorten activa. Namelijk het goud, de Britse pond US dollar, Forexpaar, de DAX en de S&P 500. Een ander voordeel van Investui is dat het steeds zeer korte termijn posities zijn. Dus de fluctueringen van een maand, gedurende een maand bijvoorbeeld, hebben wij niet mee in dit systeem. Wij pakken echt de bepaalde tijdstippen aan die academisch bewezen zijn, die remontes kennen in de koersbewegingen. En daarop baseren wij ons. Hier zien we de vier strategieën grafisch weergegeven. Dit zijn de bruto winsten per strategie. En om deze vier strategieën op dezelfde grafiek te kunnen zetten, zijn deze niet gebaseerd op echte posities, maar op posities die in geldtermen gelijkwaardig zijn. De grafiek daarnaast, in het groen, zien we de totale bruto portefeuille. Hier zien we vanaf 2009 dat, gebaseerd op de vier strategieën, het rendement steeds positief is. Dus we zien hier een steeds stijgende grafiek. Als we dan eventjes teruggaan naar de grote grafiek, dan zien we bijvoorbeeld de gele lijn. Die vertegenwoordigt de Friday Gold Rush. Hier zien we dat deze strategie met momenten zeer rendabel is of zeer winstgevend is, maar dat deze ook zeer volatiel is. Daarentegen de donkerblauwe lijn, dat is de Pound Shorter, die genereert veel minder rendement, maar het rendement hier is wel stabieler. We zien weinig drawdowns voor deze strategie. De tweede sleutelfactor is meer en hogere winsten. Ten eerste meer winsten dan verliezen. Hier zien we grafisch weergegeven dat elke strategie meer dan 50% winstgevende trades genereert. Deze analyse is gebaseerd op 11 jaar, dus de resultaten hiervan zijn vrij stabiel. Geen enkele tradingstrategie genereert uitsluitend winnende trades. En Peter Lynch heeft gezegd dat een strategie die 60% winstgevende trades genereert, als een vrij goede strategie kan beschouwd worden. Zeker op zo'n lange periode van 11 jaar waarop wij deze strategie getest hebben. Het tweede aspect van deze factor is hogere winsten dan verliezen. De winst moet hoger zijn als het verlies. Als we hier naar bijvoorbeeld de Turnaround Tuesday strategie gaan kijken, zien we dat de winst 17% groter is dan het verlies. Dan gaan we een beetje dieper in op de verschillende strategieën waarop Investui zich baseert. De eerste strategie is de Pound Shorter. Dit is eigenlijk een buitenbeentje van de vier strategieën. Buitenbeentje waarom? Omdat het de enige strategie is waar we een short sell position aangaan. En het is een zeer korte strategie, namelijk 6 uur. Hier gaan we in positie dinsdagmorgen. En we stappen al uit positie dinsdag namiddag. Het is een zeer performante strategie met zeer stabiele resultaten. En ook belangrijk, geen overnight risico. Dus hier gaan we enkel intraday traden. De koers
van de Britse pond US-dollar, waarop deze strategie zich baseert, heeft een neiging om te dalen op een bepaald moment. Dus heeft een neiging om te dalen tijdens de dag. Het is een zeer populair valutapaar met zeer veel volume en liquiditeit, wat eigenlijk zeer goede omstandigheden zijn om in te treden. De tweede strategie is de end of month. Deze strategie is een strategie die eigenlijk een klein beetje langer loopt. Hier zitten we ongeveer 9 dagen in positie. En deze strategie doet zich voor bij de overgang naar de nieuwe maand. We gaan dus in positie de 4e tradingdag van de huidige maand. Dus ongeveer 25, 26e van de maand. En we blijven in positie tot de 5e tradingdag van de nieuwe maand. Hier zijn ook zeer veel academische studies over geweest. Die beweren of die zeggen dat het rendement op deze korte periode, deze 9 dagen gedurende de maandovergang, evenveel of zelfs meer rendement genereert dan de klassieke buy-and-hold strategie. Het voordeel van enkel 9 dagen in positie te zijn of in een kortere tijdspanne in positie te zijn, is dat we ook veel minder blootgesteld worden aan de prijsschommelingen van de markt. Dus dat is ook een belangrijk aspect bij Investui, is dat er steeds uitgegaan wordt van zeer korte posities. Hier gaan we op positie in de mini S&P. Dit contract heeft ook een zeer hoge liquiditeit, dus ook uitstekende condities om in te handelen. De derde strategie is de Turnaround Tuesday. Deze strategie doet zich voor of verhandelt de mini-DAX. Hier gaan we ervan uit dat dinsdag koopdag is. Zorg dat je dinsdag aandelen bezit, is het gezegde waarop we ons baseren. Dinsdag is een optimale dag voor positieve veranderingen in het sentiment. Slecht nieuws dat bijvoorbeeld tijdens het weekend is gekomen, wordt maandag verwerkt in de marktprijs en is dinsdag verteerd. Ook hier zijn er zeer veel statistische gegevens van en is deze strategie ook al vrij uitgebreid besproken in academische studies. Hier gaan we dus een long position aangaan, maandagavond, en we houden deze tot woensdagmorgen aan. Deze strategie heeft zeer stabiele resultaten, zeker sinds het begin van de backtestresultaten, sinds 2009. En door het limiteren van het aantal orders kunnen de kosten laag gehouden worden. We zien ook hier in de grafiek dat er zeer weinig drawdowns zijn gedurende de vele jaren. De vierde strategie en laatste strategie waarop Investui zich baseert, is de Friday Gold Rush. Hier hebben we een beetje hetzelfde principe toegepast als de Turnaround Tuesday, namelijk we gaan wekelijks in positie. De goudprijs heeft de neiging te stijgen voor de weekends. Dus er wordt een positie ingenomen donderdag namiddag en vrijdagavond wordt deze gesloten. Hier gaan we ook uit van een long position. En hier op deze strategie is er ook al heel veel academische studies over geweest. Hier zien we dat deze strategie goede resultaten heeft afgeleverd de afgelopen 20 jaar. Maar we zien wel dat de resultaten veel volatieler zijn. Dus dat wil zeggen dat de resultaten sterker kunnen afwijken. We zien ook periodes met grotere drawdowns als we bijvoorbeeld gezien hebben op de DAX. Ik ga nog eens kijken. Zijn er ondertussen al vragen in de chat geweest? Of is alles voor jullie duidelijk tot nu? Oké, ik zie geen
verdere vragen. Dus dan ga ik verder met de presentatie. Nu, een zeer belangrijk issue of een zeer belangrijk topic is hoe presteert Investui zich in volatiele tijden? Volatiele tijden zijn eigenlijk tijden waarin we ons nu bevinden. Het netto rendement van onze beheerde rekening met gematigd risico bedraagt momenteel of eind maart bedroog die 1,3%. 1,3% is cijfergewijs niet zoveel, maar als we dit gaan vergelijken met de indices waarop wij ons baseren, bijvoorbeeld de S&P 500, de DAX, zien we dat Investui toch beter presteert als deze twee indices. We zien dat bijvoorbeeld de S&P aan min 4,1% staat en de DAX aan min 10,9%. Ook een zeer belangrijk gegeven is dat ondanks alle gebeurtenissen onze rekening nooit gezakt is onder de 2%. We zien dus dat Investui gebaseerd is op vier robuuste strategieën die al door de jaren heen academisch getest zijn, die door de jaren heen door WH Self-Invest gebacktest zijn en die nu reeds het derde jaar live lopen. Zeer belangrijk item is dat we gaan voor een gediversifieerde portefeuille. Dus daarom hamen wij erop dat alle posities moeten aangegaan worden. Moest u slechts één strategie uit deze vier strategieën kiezen en steeds in deze strategie meegaan, zal het rendement afwijken van de rendementen die wij presenteren op de website. En ja, weten we ook niet of dit beter of slechter gaat zijn. Een ander belangrijk punt is dat er zeker niet met de hoge hefbomen worden gewerkt. Ook korte termijn posities worden steeds aangegaan. Hoe korter de posities, hoe lager het risico. Ook de drawdowns zijn dan korter als bij langere termijn investeringen. Wij gaan ook zeer weinig gelijktijdige posities aan. Ook zeer weinig overnight positions en zeker zeer weinig weekend positions. WH Self Invest heeft voor Investui zelf een risicoanalyse bepaald en geeft deze ook weer of biedt deze ook aan de klanten. Die zullen we later eens meer in detail bekijken op de website. Daarnaast is er een keuze tussen drie risicocategorieën: een defensief, gematigd en agressief risico. Dit zullen we ook op de website nog eens kunnen nakijken straks. Hoe zien we nu wat de portefeuille in 2020-2021 gepresteerd heeft en dit op maandelijkse basis? We zien dat zeker niet alle maanden een positief rendement hebben meegebracht. Als we naar 2020 gaan zien, zien we dat we eind maart een zeer negatief rendement hadden. Maar 2020 hebben we toch nog kunnen afsluiten met een positief rendement van 33%. Ook in 2021 zien we ditzelfde effect. Tot maart zijn er vrij lage of negatieve rendementen behaald. En vanaf april zijn er zeer goede rendementen behaald. En dit jaar, of het jaar 2021 hebben we kunnen afsluiten met 17,5%. Dus nu staan we eind maart aan 1,3%. Dit is het beste van de drie afgelopen jaren. Dus hier ook steeds, moest er eens een verlieslatende maand zijn, een verlieslatende trade, blijf meegaan in het verhaal.
het verhaal is gebacktest, is getest en is bewezen om positieve rendementen mee te genereren. Dus maandelijks, of er komen meer maanden voor met een positief rendement dan een negatief rendement. En dit kunnen we voor de afgelopen 2 jaar bekijken. Het risico en het rendement zijn uiteraard met elkaar verbonden. Een hoger risico wil zeggen dat er zowel hogere winsten, maar ook hogere drawdowns kan gegenereerd worden. En risico blijft iets subjectief. Daarover moet u beslissen. En wij kunnen u daarmee helpen door onze simulator tool. Die zal ik jullie straks ook eens laten zien. Maar jij blijft hier echt de beslissende factor. Ook de beleggingshorizon is een vrij belangrijke factor. De klanten die meegaan in het InvestSui-verhaal kunnen steeds hun rekening opzeggen na een maand, na 2 maanden. Maar wij beogen een beleggingshorizon van 1 jaar, 1,5, 2 jaar. Dus daarop kan u echt het beste rendement behalen en zijn ook de grootste negatieve maanden eruit gevlakt. Hier zie je onze simulator en daarvoor kan ik eens best op onze internetsite gaan. Als die het doet, ja. Als we hier op de startpagina helemaal naar beneden gaan, zien we simulator staan. Hier kunnen we kiezen uit 2 verschillende producten, namelijk de futures en de CFD Forex. Als we eerst eens futures gaan bekijken, kunnen we zien welke bedragen we allemaal kunnen investeren. We kunnen beginnen van 10.000 euro. Onze referentieportefeuille daarentegen is gebaseerd op 25.000 euro. Waarom 25.000 euro? Omdat vanaf 25.000 euro de 3 risicocategorieën ter beschikking staan. U ziet hier, u kan kiezen voor een defensief risico, gematigd risico, agressief risico. En deze portefeuille is onze referentieportefeuille. Dus u ziet dat met deze portefeuille er bij de eerste strategie, namelijk de Turnaround Tuesday, 1 Minidax future in positie wordt gegaan. De Pound Shorter wordt met 1 Britse pond US dollar future in de markt gegaan. Friday Gold Rush wordt met 5 micro gold futures in de markt gegaan. En de End of Month wordt met 5 micro S&P futures in de markt gegaan. Zoals eerder al gezegd, kan u zeggen van ik zou graag met futures beleggen, maar dan eerder 10.000 euro. Dit is ook mogelijk, maar dan is er enkel het agressief risico voorhanden. Waarop bepalen wij dit? We zien dat er sinds 2009 de grootste drawdown van 6.400 euro is bepaald of bereikt. En dus het aanbevolen minimumportefeuille is 2,5 keer de grootste drawdown, dus 16.000 euro. Dus 10.000 euro ten opzichte van 16.000 euro beschouwen wij als een agressief risico. Daarentegen hebben we ook nog CFD's. Hier kunnen we al in positie gaan vanaf 5.000 euro. Als we deze combinatie uitkiezen, zien we ook dat enkel hier het agressieve risico voorhanden is. Onze referentierekening of CFD-referentierekening is eerder gebaseerd op 10.000 euro. Ook omdat een gematigd risico voorhanden is. Ik heb ook gesproken van de beheerde rekening. Een beheerde rekening is enkel mogelijk vanaf 10.000 euro. Dus enkel de combinatie CFD's 5.000 euro is niet mogelijk als een beheerde rekening.
alle andere rekeningen zijn mogelijk met een beheerde rekening. Daarnaast proberen wij zo transparant mogelijk te zijn naar onze klanten, naar onze belanghebbenden, om steeds elke positie weer te geven. Dus zoals eerder gezegd, zitten we nu in positie op het goud. Als we hier gaan kijken op het goud, zien we dat we actueel aan min 665 dollar staan. Met de 5 microgold contracten. Elke reed ook steeds door ons weergegeven op onze website. Dus hier ziet u bijvoorbeeld referentierekeningen 2020-2022, referentierekeningen 2021 en referentierekening 2022. Als we helemaal naar beneden gaan, ik hoop dat het gaat laden, ja, dan zien we dat we 20 januari 2020 ingesteld zijn met een futuresrekening 25.000 euro, CFD-rekening 10.000 euro en zien we elke trade hoeveel bedrag of hoeveel elke trade heeft opgeleverd. Ook wordt er dan maandelijks een recap gezet. En als we dan helemaal boven naar eind maart, zien we hier die 51% netto rendement. Dus op 2 jaar en 3 maanden zou je met de futures referentierekening 51% rendement behaald kunnen hebben. Dan ga ik eventjes terug naar de presentatie. Ook een zeer belangrijk topic zijn de kosten. De eenmalige setupkost van 99 euro is geannuleerd voor nieuwe klanten. Daarnaast hebben wij een vrij lage commissie, ordercommissie, namelijk minder dan 5 euro of dollar per trade. Dus 4,99 euro per order per trade voor futures en 4,99 euro per order voor CFD's. Daarnaast, dus dit zijn de enige vaste kosten. En deze kosten, de commissiekosten, zijn al afgetrokken van de rendementen die weergegeven zijn op onze website en onze presentaties. De enige kost die hier nog bij komt, is op het eind van het jaar of wordt op het eind van het jaar berekend. Dus hier gaan we gaan kijken welke van de 4 strategieën winstgevend waren. Moesten er nu 2 strategieën winstgevend zijn, dit was het geval in 2020, wordt er 2 keer 2% afgerekend of berekend op de winst na de kosten. Dus in 2020 werd er nog eens 4% berekend op de winst na de kosten. 2021 hadden we de 4 strategieën die winstgevend waren. Dus hier berekenden we nog eens 8% op de winst na de kosten. 8% is dus het hoogste percentage die kan afgehouden worden van uw winst. Daarnaast zijn er geen beheerskosten, geen prestatie, instap of uitstapkosten, ook geen abonnementen. De rekeninguittreksels die u krijgt zijn ook gratis. En moest u nu kiezen voor een beheerde rekening, is deze optie ook gratis. Moest u nu zeggen, ik zou graag meegaan in het investoei-verhaal, maar ik wil dit toch graag eens testen, is het zeker mogelijk om een demo-account te downloaden, dan via deze website. Een demo-account is te vergelijken met een mail- en klikrekening. Dus hier gaan alle klanten of alle geïnteresseerden gedurende 2 weken
de e-mails krijgen die de mail- en klikklanten krijgen. Dus ze krijgen een e-mail voor in positie te gaan. In de e-mail staan de drie knoppen voor CFD's en de drie knoppen voor futures. Dus de drie knoppen voor CFD's, gematigd of defensief risico, gematigd risico, agressief risico en voor futures hetzelfde. Defensief risico, gematigd risico en agressief risico. Na elke trade gaat u dan een tweede e-mail krijgen waarop u het resultaat van de trade kunt bekijken. Ik ben op het einde van de presentatie gekomen. Ik ga nu eventjes nog hier kijken. Zijn er ondertussen vragen of was het duidelijk? Ik zie geen vragen in de chat, geen vragen in de vragenlijst. Moest u nu toch nog met vragen zitten, is het steeds mogelijk om ons te telefoneren, ons een e-mail te sturen. We hebben ook een chatfunctie. We hebben ook een functie om een gesprek aan te vragen. Dan contacteert een van onze mensen u voor uw specifieke vraag samen met u te bespreken. Ook dit webinar werd opgenomen en zal vanaf maandag ter beschikking zijn op ons YouTube-kanaal. Ook alle geïnteresseerden krijgen een e-mail met de link naar het webinar toegestuurd en kunnen het webinar nog eens beluisteren. Als er geen verdere vragen zijn, dan sluit ik het webinar af voor jullie allemaal. Hartelijk bedankt voor hierbij te zijn. En ik hoop jullie zeer snel te mogen ontvangen. Fijne avond nog.